Als je met me gaat skypen, is dit ongeveer de setting die je zou zien. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag wil ik even wat met jullie bespreken, namelijk school. Ik heb gemerkt dat school hier in Amerika nogal anders is dan naar school gaan in Nederland. Ja, dus dat wil ik even met jullie bespreken. Oké, de eerste dag dat ik binnenkwam, toen kwam ik in een klaslokaal. Het is eigenlijk best wel een soort van hetzelfde als in Nederland. Als in een bord waar een docent voor staat en dan allemaal stoeltjes waar je op kan zitten. Alleen zit je hier niet zeg maar aan tafels en stoelen, maar heb je een stoel en dan een klap dingetje waar je je spulletjes op kan leggen. Maar de docent was er al, alleen zij zei niks. En er hangt ook een hele grote klok in het lokaal. En exact op het moment dat de les begon, toen begon ze met praten. Dus dat vond ik eigenlijk een beetje gek. En in elk lokaal waar ik tot nu toe ben geweest, hangt een Amerikaanse vlag. Ja, je zou maar vergeten waar je bent. Wat ook anders is aan een groep studenten, is dat niet iedereen derdejaars is zoals ik. Maar eigenlijk zitten studenten van door alle jaren heen zitten in de klas. Dus je hebt de freshman, de sophomore, de junior en... Nou, ik weet niet. Ze hebben allemaal namen voor jaar 1, 2, 3 en 4. En je zit eigenlijk gemixt in die klas. En het eerste ding wat er gevraagd wordt bij elke nieuwe les is: hey, what's your major? Dus wat studeer je? Wat is jouw specialisatie? Wat is gewoon jouw, wat studeer jij? En waarom volg je dit vak? Want sommige mensen die studeren iets totaal anders dan dat het vak is. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel nieuw voor mij, want in Nederland is gewoon iedereen van dezelfde opleiding. Die zit allemaal in dezelfde lessen en that's it. En een ding, ik mag mijn lieve trouwe, altijd bij de hand hebbende laptop niet meenemen in 3 van de 5 lessen die ik heb. Dus dan moet ik ouderwets op pen en papier moet ik gaan schrijven. Ook een dingetje is dat je niet mag eten in de les. Dat vind ik best wel lastig. Dus daar moet ik nog eventjes aan wennen. Drinken mag wel gewoon ten alle tijden natuurlijk. Dus dat is wel fijn. Ja, de vakken die ik volg vind ik heel erg leuk. Wat wel anders is hier in Australië, wil ik zeggen. Hier in Amerika is dat je echt veel meer moet doen dan in Nederland. In ieder geval in mijn geval. Als ik in Nederland een tentamen had voor een vak, dan deed ik gewoon het complete semester niks. Ik ging wel naar alle lessen, gewoon om even een beetje bij te blijven. Maar als ik geen zin had, dan ging ik ook niet. En dan leerde ik voor tentamen. Ja, ik ben echt het slechtste voorbeeld ever. Maar dan begin ik gewoon de dag van tevoren ergens in de avond. En dan leer ik gewoon de hele dag nacht door. En dan maak ik het de volgende ochtend. En dan ben ik het die middag natuurlijk ook weer allemaal kwijt. Maar zo heb ik tot nu toe wel altijd mijn tentamens gehaald. Hier zit dat er niet in. Het grading system is zo anders hier. Je tentamens, je midterms of je finals, die tellen allemaal voor een bepaald percentage mee. En dat is vaak niet hoger dan 40%. En nu denk je, waar bestaat de andere 60% uit? Nou, een deel is attendance, dus dat je in de les moet zijn. Je mag bij heel veel vakken mag je maar 2 keer een les missen. En anders heb je gewoon een. Dan fail je die class. Dus dan word je soort, dan krijg je een 1 of een F. Dus dan heb je het gewoon niet gehaald. Ten tweede, participation. Dus dat je meedoet in de les. Daar krijg je punten voor. Dat is echt. Ja, het is heel goed. Maar het zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja. Hier, dit leer ik niet of zo, weet je. Dat hoort niet bij je cijfer. En daarbij zijn bij de meeste vakken ook nog tussentijdse quizzen. Dus dat is nummertje 3. Waar je sowieso wel een half uur of meer mee bezig bent. Daarbij heel veel huiswerk. Waaronder heel veel lezen of video's van 40 minuten kijken. Het is gewoon echt heel veel. Maar wel tussentijds zijn er soort van testdingetjes die meetellen. Waardoor je final niet alle stof van het hele semester is. Dus dat is wel fijn op zich. Maar
Tussentijds moest ik zoveel werk doen die eerste dagen dat ik van school terugkwam. En dat ik moest voorbereiden op de lessen van de volgende dag. Ben ik echt elke avond wel 4 uur bezig geweest met de readings en met de quizzes en alles. En het is ook nog lastig. Ik heb vakken die niet uit mijn vakgebied komen. En dat vind ik echt super leuk, want het is echt mega, mega, mega interessant. Maar dus er komen gewoon te veel woorden in voor die ik nog niet ken ofzo. Dus ik ben en dan een moeilijke tekst aan het lezen, wat Amerikanen ook moeilijk vinden. En niet in mijn eigen taal. En met allemaal woorden die ik niet ken. Dus dat is dus wel eventjes een dingetje soms. Maar het gaat steeds beter, hoop ik. Dus dat zou wel heel fijn zijn. En je krijgt ook extra credit. Dus extra punten voor bepaalde dingen. Nou heb ik dus bij de meeste vakken is het oké, go see me during my office hours. Dus dan moet je gewoon naar hun kantoor gaan en dan vragen stellen. En dan krijg je daar punten voor. Bij andere dingen is het, ga naar een museum en schrijf een verslag. Bij andere dingen is het, doe deze extra opdracht of maak een verslag hierover. En dus ook bij één vak was het de syllabus, dus de modulehandleiding. Je moet ze sowieso allemaal lezen hier. Je krijgt ook punten voor dat je de modulehandleiding leest. Dat is ook echt bizar. En ik was er dus eentje aan het lezen en er stond er, oh, als je dit leest, print hem uit en laat het aan de TA, dus de teacher assistant, zien. En dan krijg je 5 extra credits. Dus dat heb ik gedaan. Save the trees. Maar je krijgt zoveel extra punten voor echt de meest belachelijke dingen. Ik ga het natuurlijk wel allemaal doen, want ik wil die extra punten. Maar het is een beetje een gek systeem hoe dat hier werkt. Maar goed, mijn vakken, waar ik het ook graag even over wil hebben. Ik volg nu 5 vakken. Toen ik hier kwam waren dat er 6. Dat had ik in de vorige video ook al verteld. Filosofie heb ik laten vallen omdat de docent niet heel erg leuk was. Het werd me eigenlijk ook gewoon een beetje te veel. En het was niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Dus die heb ik na de eerste les meteen gedropt. De vakken die ik nu nog heb, zijn 3 antropologie vakken. 1 psychologie en 1... over feminisme. De eerste is antropologie 101. En dat is een soort van introductie in de antropologie. En daar gaat het eigenlijk over hoe de mens is ontstaan. Dus de evolutie en wat anthropologists, dus mensen die werken in antropologie, wat zij precies doen en wat de verschillende functies zijn en wat je er allemaal mee kan doen. En het tweede vak wat ik heb is ook antropologie. Niet 101, maar 102. Iets met cultuur. Ik denk dat ik dat wel een van de... Nee, ik vind ze allemaal leuk. Ik kan geen favoriet aanwijzen. Maar dit is een vak en dat gaat dus over culturen en cultuurverschillen. En ook met name het feit dat iedereen zo gefocust is op je eigen cultuur. En waardoor je visie op andere culturen eigenlijk altijd slecht is. En met dit vak willen ze dus eigenlijk ervoor zorgen dat die Amerikanen... Want ik ben de enige exchange student in die klas... dat Amerikanen meer open visie krijgen en daardoor beter zich kunnen identificeren met problemen uit een ander land of met dingen of met cultuurverschillen. Mijn derde antropologievak is antropologie 215 en dat heet Connecting Cross Cultures uit mijn hoofd. En dat is ook echt een heel leuk vak. We zitten daar namelijk gemixt met Amerikaanse studenten en internationale studenten. Er zitten totaal 12 nationaliteiten daar. Van Nederland en Polen tot en met Ecuador en Mexico. Dus dat is echt super interessant. En bij die les is het een beetje de bedoeling dat we allemaal wat van elkaars cultuur gaan leren. En dit is eigenlijk ook het enige vak waar zoveel internationale studenten zitten. Bij de andere vakken ben ik de enige. Of zit er nog 1 iemand bij die ook internationale student is. Maar ik zit vooral tussen de Amerikanen eigenlijk. Het derde vak is psychologie 101. Dus dat is een beetje de introductie in de psychologie. Ik heb al een soortgelijk vak gehad. Maar dit vak is minder specifiek dan het vak dat ik had. Want dat speelde in op consumentengedrag. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga vinden. Ik vind het tot nu toe super interessant. Dat is ook de grootste groep, studentengroep, klas waar ik in zit. Het is namelijk in de bibliotheek, in het grootste klaslokaal dat ze hier op de campus hebben. We zitten met totaal 400 studenten, dus dat is best wel veel. En voor dat vak moeten we ook... ik moet er even bij pakken.
dit ding hebben. Ja, het is een iClicker. En hiermee registreren ze in de klas of je er bent en je participation. Dus of je meedoet met de vragen. Dus als je het niet hebt, dan staat er dat je afwezig bent en dat je niet meedoet met de les. Dus je moet dit hebben eigenlijk, anders kan je het hele vak niet halen. Maar dit grapje kost toch $45. Maar dat vak is dus een hele grote zaal. Het is echt heel leuk, want die docenten is ook echt alsof ze in een theater staan. Zo loopt ze ook rond, zo doet ze lesgeven, ze geeft mensen de beurt en ze maakt heel veel grapjes tussendoor. En het is gewoon allemaal super interessant wat ze vertelt. En de laatste, het laatste vak wat ik heb, dat heet, komt-ie, Introduction into Transnational Feminisms. Toen ik het zei tegen mijn huisgenoten, zeiden ze, wow, wat ga je doen? Wow, yo, dat is echt moeilijk. En dat zijn Amerikanen. Dit is denk ik ook oprecht het moeilijkste vak wat ik heb. Want de teksten, nou, dat is echt net Chinees. Het zijn hele, we moeten heel veel artikelen lezen. En dat zijn hele oude, in een oude schrijfstijl. Dus hele lange zinnen. Met allerlei moeilijke woorden. Dus ik ben met één zin echt te lang bezig. Ik had, van de week had ik een tekst dat ik moest lezen. Dat was volgens mij 12 pagina's. Nou, ik ben er echt tot middernacht 2 uur mee bezig geweest. Het was echt bizar. En uiteindelijk bespraken we die tekst niet helemaal. Dus dat was een beetje zonde van mijn tijd. Maar het is wel echt mega interessant. En die docenten vind ik ook heel erg leuk. Dus dat scheelt ook enorm. Dus ja, ik heb 5 hele leuke vakken waar ik heel blij mee ben. Ik heb ook een heel chill rooster. Want dat laatste vak waar ik het net over had, dat heb ik alleen op de maandag en op de woensdag in de ochtend. 50 minuutjes maar. En al die andere vakken op de dinsdag en nog een keer op de donderdag. Dus de dinsdag en donderdag zijn wel mijn drukke dagen. Maar dat heb ik wel alles in een keer gehad. En dan ben ik dus eigenlijk vrijdag, zaterdag, zondag sowieso altijd vrij. Maar goed, tot zover mijn verhaal. Dus ja, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een video van mij. En dat je hem ook weer helemaal af hebt gekeken. En dat jullie zoveel interesse in mij tonen. En dat nog steeds heel veel mensen mij appen van, hey Rome, hoe gaat het nu daar in Amerika? Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Leuk dat jullie aan mij denken en dat jullie deze video's ook leuk vinden. Ik vind het leuk om te delen in ieder geval met jullie via deze weg. En ja, tot de volgende video. Ik hou van jullie. Muah.